Vorige aflevering waren we bij Statievervoer Van der Lans en hebben wij een gesprek gehad met Jan Buscher, de eigenaar. Hij heeft ons alles verteld over rouwvervoermogelijkheden op de dag van de uitvaart. Vandaag zijn we op begraafplaats ter navolging, hier bij ons op kantoor, op Scheveningen. Ik heb een aantal gasten uitgenodigd die vanuit hun eigen vakgebied te maken hebben met de dood. En ik wil graag hun ervaringen bespreken en deze met jullie delen vandaag. Ik wil graag jullie mijn gasten voorstellen. Aan mijn linkerhand Aardmak, theoloog, predikant en een schrijver van twee boeken, waaronder één boek met de titel Met stomheid geslagen. En binnenkort gaat hij met pensioen en dat noemen wij emeritaat, ja. Naast Aard zit onze huisarts Dominique Moser. Dankjewel dat je er bent. En naast jou zit Liesje Palit. Terminale verzorging doet zij over het gehele land. En aan de rechterkant van mij, Fleur Simonus, officier van justitie in het arrondissementsparket Den Haag. Toen ik een jaar of 8 ongeveer was, toen kreeg ik voor het eerst te maken met de dood. Mijn opoe overleed, de moeder van mijn moeder. En ik wilde haar zo graag zien, maar mijn vader zei, doe het maar niet, ga maar niet. Maar ik stond erop, ik wilde haar per se zien. Mijn vader zei toen, het is net alsof ze slaapt. Ik ging erheen en ik kwam echt in het ziekenhuis was dat vroeger. Het mortuarium was beneden. Het was donker en iedereen was stil. En dan ging er een lichtje open aan en daar lag ze. En ik vond het doodeng. Er werd niet over gesproken. Ik zag haar dunne handen en dat was gewoon voor mij angstig. Dat was mijn associatie toen ik jong was met de dood. Griezelig, angstig en donker. Maar vandaag de dag, nu ben ik 52 jaar oud... Nu is het anders. Nu wordt er gesproken over de dood. Godzijdank. En Godzijdank geeft mij gelijk nu de gelegenheid om aan Aard te vragen. Aard, wat is voor jou de dood? Als je het mij vraagt wat de dood is, ja, filosofisch is het niet zijn. Het is de staat van het niet zijn. Het is ook dat je ik, zoals je dat kent, de kern van je wezen, althans zo ervaar je dat, er is een ik, dat die ik er niet meer is. En dat maakt het ook onvoorstelbaar. Ik ben dan van de tak van de religie en de spiritualiteit, waarin het eeuwenoude vermoeden wordt gaande gehouden dat als je ik er niet meer is, dat het dan nog wel wat anders is. En vervolgens is het dan de vraag, is dat zo? En als dat zo is, wat is het dan? Is dat de ziel? Vroeger zeiden ze vaak, nou, het lichaam gaat dood, wordt opgeborgen in de aarde of vergaat in vuur. Maar de ziel blijft en die werd dan voorgesteld door een vlinder. Hè? En dat is het oude symbool dan van de vlinder, dat zit al bij de Egyptenaren. Hè? Dat er dus uit de dode pop van een rups, dat daar een iets nieuws en ook iets veel mooiers nog, iets kleurigs op staat. En dat was... in de beleving van mensen eeuwenlang een soort verwijzing naar een andere sfeer van het zijn. Dus dit zijn hier, dat is blijkbaar niet het enige. Nou ben ik de eerste om te zeggen dat we dat allemaal niet weten. En dat we dat op geen enkele manier kunnen bewijzen. Maar ik ben wel iemand die zegt, het kan zo helpen om de verhalen te vertellen aan elkaar... omdat wij de eerste niet zijn die leven en doodgaan. En omdat onze cultuur ook maar zijn beperkingen heeft. En je kunt dan kijken naar de oude Joden, maar ook naar de oude Grieken, ook naar de Egyptenaren. Hoe deden die dat eigenlijk? Hoe gingen die om met dat verschrikkelijke? Want de dood is ook verschrikkelijk. Ik bedoel, dat het leven stopt. Voor jezelf kun je nog eens een keer zeggen, nou is wel mooi geweest. Ik heb verschillende mensen meegemaakt die echt zeiden, het is goed geweest. Dat is fijn. Maar als je van iemand zielsveel houdt en je hebt nog allemaal plannen en je bent er nog niet voor je gevoel. Je wilt je nog verder ontwikkelen, niet alleen, maar samen ook. Stel je voor dat je ouder bent van een kind en dat kind gaat dood. Dat zijn zulke hartverscheurende dingen. Dus dat de dood is toch eigenlijk vooral iets waar je verschrikkelijk hard en ruw tegenaan loopt. Het zou er eigenlijk niet moeten zijn. Dus dat is het ook. Over de dood moet je altijd met twee woorden praten. Het is en iets van gelukkig dat de dood er is, want
Er is een Portugese schrijver, Saramago, heeft een boek geschreven over wat als de dood in staking zou gaan. Nou, dat is een chaos die zich dan ontwikkelt. Als er niemand doodgaat, gaat de hele maatschappij ten onder. Dat kan niet, dat kunnen wij niet hebben. Er moeten mensen doodgaan, al was het alleen maar om plaats te maken voor nieuw. Dat is goed dat er dood is. En aan de andere kant is het zo erg, is het zo verdrietig, zo adembenemend. Dus je moet met twee woorden over de dood spreken, dat vind ik. Altijd. Aart, kun je mij iets vertellen over het laatste sacrament wat jij doet als mensen daarom vragen? Mm-hmm. Ik vind dat heel mooi om te doen. Het is heel oud. Het is stokoud. Katholiek ritueel. Ik vermoed dat het ook wel verder nog teruggaat dan het christendom. Het mooiste van het ritueel vind ik het aanraken. Vaak met wat olie. Maar het gaat ook om de lichamelijke aanraking van de ogen, de oren, het voorhoofd, de handen. Ook de voeten als dat mogelijk is. En elke keer weer, want dat is de kern van het sacrament, iemand op het eind van haar of zijn leven helpen om te aanvaarden dat het zover is. Maar dan ook met een zekere dankbaarheid terugkijken op dat leven. Van kijk naar je, bedenk hoeveel je ogen hebben gezien, bedenk hoeveel je oren hebben gehoord, het is genoeg nu. Bedenk hoe je voeten je hebben gedragen, wat hebben je handen allemaal niet vastgehouden. Het is in feite een ritueel waarin het hele bijna voorbije leven nog één keer wordt verbeeld. En je helpt iemand om afscheid te nemen. De katholieke kerk had het eerst als sacrament van de stervende en later hebben ze het sacrament van de zieken gemaakt. Het maakt allemaal niet zoveel uit hoe je het noemt. Het maakt ook zelfs niet uit hoe je het doet als het gaat met aandacht, toewijding. En als je ook iemand het gevoel geeft van... mag ik dat toch ook zeggen? Het is ook een ritueel. Kijk, iemand kan zo alleen zijn. Iemand kan zo alleen zijn sowieso in het leven, maar op het eind van je leven helemaal. En zo'n ritueel helpt om iemand te laten voelen, maar je bent niet alleen. Er zijn zoveel mensen om je heen die hetzelfde hebben meegemaakt. Je bent niet alleen maar Jan Klaassen, maar je bent een deel van de mensheid. En doordat iemand dat zegt, je bent ooit geboren... Maar geef het nu maar terug aan en vul zelf maar in. En de ervaring leert dat mensen dan vaak heel gerust, niet altijd natuurlijk, want we blijven mensen, maar vaak wel heel gerust zeggen, oké, dank je wel en het is goed. En, bij protestantse mensen is het ook vaak heel mooi om de zegen te geven. De Heere zegene je en hij behoede je en dat is een prachtige oude spreuk. Maar het geeft ook het gevoel van, ik hoef niet meer, ik mag het geven. Ik heb genoeg gedaan. Het is heel liefdevol. De bedoeling is ook echt dat het liefdevol is. Aart, wat kan je dat toch goed vertellen? Dominique, wat gebeurt er nou als je stervende bent en je doodgaat? Wat gebeurt er nou met dat menselijke lichaam? Ja, dat is iets waar ik mezelf ook altijd over verwonder. Maar als je het heel technisch uitlegt, dan zou je kunnen zeggen dat... Eigenlijk kan je beter beginnen bij het leven. Wat gebeurt als je leeft? Als je leeft, dan adem je. Je spieren werken. De zuurstof wordt via de bloedsomloop naar alle organen gebracht die je nodig hebt. De hersenen met name natuurlijk en alle andere organen die van belang zijn. En daarentegen, als je dood bent, dan hou je op met ademen. Dan komt er geen zuurstof meer in het lichaam. Dan wordt het bloed, de hartspier houdt op met pompen. Dus er komt geen bloed meer in de vitale organen die je nodig hebt. En ook in de hersenen niet. En dan houdt het gewoon op. Dat is eigenlijk als je sterft. En natuurlijk zijn daar hele processen, want dat gaat meestal niet acuut. Acuut is zoals mensen een ongeluk hebben of een acuut infarct hebben. Maar als ze ziek zijn en langzaamaan functies gaan uitvallen, ja, dan kan het de ene keer zijn omdat de lever ziek is of de nieren ziek zijn. En naarmate dat proces steeds verder gaat, kom je dichter bij het sterven en het doodgaan. Het is moeilijk uit te leggen eigenlijk. Nee, en dan mag ik nog een vraag stellen. Wat gebeurt er nou exact
als je echt in die laatste fase bent dat je stervende bent? Wat gebeurt er met je lichaam? Waar treedt dan die dood in? Mensen zeggen wel eens, nou, dan krijg je vlekken of je krijgt dat Stein-Stokes, zeg ik andersom. Dan gebeurt er, waarom die reactie op dat lichaam? Wat is dat dan exact? Ik denk eigenlijk dat het met name is dat de zuurstof die wij nodig hebben niet meer aanwezig is. En in die voorfase, vlak daarvoor, dan doet het lichaam eigenlijk allerlei pogingen om dat nog steeds te verkrijgen. En dan zie je soms dat mensen heel onregelmatig gaan ademhalen om toch maar dat zuurstof op de juiste plek te krijgen. En eigenlijk als dat dan stopt en de ademhaling stopt, dan krijg je het proces waarbij het lichaam afkoelt omdat de warme bloed niet meer rondgepompt wordt. Dat de bloed blijft staan waardoor er blauwe plekken te zien zijn. En dat het, ja, ik zeg toch altijd, het leven uit het gezicht, de ziel, zoals je zelf ook al zei, is dan weg. En dat is toch wel het moment. En natuurlijk, praktisch gezien, als arts, moet je dan de dood vaststellen. En dat doe je door een aantal parameters te controleren. Of iemand nog ademt, of dat zijn pupillen wijd en licht stijf zijn. Want dan is er zoveel tekort geweest aan zuurstof in de hersenen, waarop de oogzenuw niet meer kan reageren en dus ook de pupillen niet meer vervormen door licht. Nou, dan kan je wel zeggen dat de patiënt is overleden. Liesje, als je in de laatste fase, de terminale fase van je leven bent, in geest en lichaam, wat heb je dan nodig voor verzorging en comfort? Voor comfort hebben we de voedingskussen, die schaf ik allemaal zelf aan. Sloffen. We noemen, in onze term noemen we hondenslofjes, maar dat is voor comfort voor de hielen. Omdat mensen toch vaak onrustig worden, gaan ze schuiven met de hielen. De voedingskussen is comfort, zodat je de wisselligging makkelijk kan doen. Dat de patiënt niet elke keer terug gaat naar de rugligging. Mondzorg, de dentalswaps, die schaf ik ook allemaal zelf aan. Dat is voor de mondzorg. Zeker sommige mensen krijgen slijm. Dus dan hoef je het niet meer met een gaasje uit de mond te halen. Dan doe je het netjes met de dentalswap. En soms hebben ze ook een vervelende geur uit de mond. Dan doe ik een klein beetje tandpasta, heb ik ook bij me van die kleine tubetjes. Doe je een heel klein druppeltje erop. Even langs de tanden en de binnenwangen. En dan daar heb je weer een frisse adem en mist voor over de dekbed. Want sommige mensen hebben ook een hele enge geur. En dat is voor het fysieke, voor de fysieke kant. Ja. En wat als mensen mentaal moeilijk hebben in dat laatste stukje? Daar ben je ook bij betrokken. Ja. Wat doe je dan? Dan ga ik naast hun liggen en dan pak ik hun handen en dan zeg ik zachtjes in de oor. Ik pak je bij je hand, ik zet je in een trein. In een coupé en zoek een mooi plekje uit. En soms doe je het heel kort en soms doe je het heel lang. Dan denk je, je hebt een wereldreis gemaakt. En dan neem je ze mee? Neem ze mee. En mogen zij dan zelf bepalen? Waar ze uitstappen. Wat boeiend dat jij dat doet, zeg. Ja. Fleur, we hebben twee verschillende doodsoorzaken. Natuurlijke dood en onnatuurlijke dood. En bij onnatuurlijke dood kom jij in het zicht. Waarom? Nou ja, misschien is het goed om eerst uit te leggen wat een niet-natuurlijke dood is en een natuurlijke dood. Een natuurlijke dood is de dood die wordt veroorzaakt door ouderdom of door spontane ziekte, zoals dat heet. Dus zonder invloeden van buitenaf eigenlijk. En niet-natuurlijke dood zijn eigenlijk alle andere gevallen. Dus dat kan zijn zelfmoord, een ongeluk, een strafbaar feit, enige vorm van geweld dus. Eigenlijk alle andere doodsoorzaken dan die natuurlijke dood. En wij worden daarbij betrokken omdat het dus kan zijn dat bij een onnatuurlijk overlijden er sprake is van een strafbaar feit. Dus er wordt met ons overlegd de omstandigheden waaronder iemand is aangetroffen. Er wordt ook gekeken naar het lichaam zelf natuurlijk, maar ook naar de plek waar het lichaam wordt aangetroffen. En dan proberen we een inschatting te maken hoe groot de kans is of dat er een kans is dat er een strafbaar feit is gepleegd. En op basis daarvan nemen we de beslissing om een lichaam vrij te nemen of niet en eventueel in beslag te nemen en dan eventueel sectie
te laten verrichten om dus onderzoek op het lichaam, aan het lichaam, om te kijken wat de doodsoorzaak precies is geweest. En een onderzoek te starten, strafrechtelijk onderzoek. Wanneer geef je het lichaam vrij? Bijvoorbeeld aan mij als uitvaartondernemer. Wanneer wordt het lichaam vrijgegeven? En hoe gaat dat in zijn werk? Nou, als ik de politie heb gesproken en ik heb de schouwarts gesproken. En we komen met z'n allen tot de conclusie dat er absoluut geen aanleiding is om te denken dat er sprake is van een strafbaar feit. Ook al is het een niet natuurlijk overlijden. Dan kan ik beslissen om het lichaam vrij te nemen. En dat schrijf ik allemaal op, dat leg ik allemaal vast met de uitleg erbij. Die uitleg stuur ik naar ons, de centrale balie. Dat is een administratieve afdeling op het parket. En die zorgt dat de benodigde stukken voor de uitvaartonderneming beschikbaar zijn, zodat het lichaam meegenomen kan worden. En dan geef je dus direct ook een verlof tot begraven of cremeren. Want je kunt ook zeggen, stel dat je voorziet dat er nog onderzoek aan het lichaam eventueel in de toekomst gepleegd zou moeten worden. Dan zou je kunnen zeggen, ik geef alleen toestemming om te begraven, voor het geval dat het nodig zou zijn om iemand nog op te graven. Kun je ook een voorbeeld geven wanneer het lichaam niet wordt vrijgegeven? Nou, een voorbeeld wat ik zelf heb meegemaakt was bijvoorbeeld een mevrouw die werd gevonden in haar woning met een diepe snijwond in haar lies, een zak over haar hoofd en naast haar een bak met vla en lege pillenstrips daarnaast. Dus op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen, het lijkt op zelfmoord. Maar de omstandigheden waren toch zo bijzonder. Vooral met die diepe snee in haar lies. En een schaar lag ernaast trouwens. Dat we toch hebben besloten om sectie te laten verrichten. Om te kijken wat nou precies de doodsoorzaak was. En uiteindelijk bleek dat het verschillende manieren waren waarop je zelfmoord zou kunnen plegen. Maar dat bij haar dus de snee in de lies niet voldoende had gewerkt. En ze dus andere stappen is gaan zetten. Juist die combinatie van die verschillende dingen vonden wij opvallend, omdat we dus ook niet konden zeggen, heeft ze het nou zelf gedaan of heeft iemand anders dat gedaan. En dat zijn dus gevallen waarin je verder gaat zoeken en ook alle puzzelstukjes van verschillende familieleden of de huisarts, geschiedenis van iemand, dat ga je allemaal bekijken. En dan uiteindelijk kom je tot een conclusie. In dit geval was de conclusie zelfmoord, maar toch sectie gepleegd. Jeetje, en als het dan zover is dat het lichaam uiteindelijk vrij wordt gegeven na dit onderzoek, dan krijg ik als uitvaartondernemer een keer een bericht van de politie, waarschijnlijk, die in contact is met de familie, dat ik het lichaam mag ophalen. Ja. En dat wij verder de uitwerkingen van de uitvaart kunnen doen. Nou ja, en wat ook zo is, is dat bij de beslissing tot het verrichten van sectie je natuurlijk ook heel erg meeneemt de belasting voor de familie. Maar ook de belasting voor de overledene zelf. Ja, je gaat toch onderzoek doen op een lichaam waarbij het lichaam ook beschadigd wordt. Dus het is iets waarbij je echt alles moet afwegen om een zorgvuldige afweging te maken. En niet te snel besluiten tot een sectie, want het is nogal wat. Betekent als je iemand verliest op zo'n wijze. Natuurlijk, ja. Ongelooflijk, we zijn aan het einde van deze aflevering. Het gaat regenen, we moeten naar binnen. Maar ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie hier zijn. Ik vind het heerlijk om jullie te ontmoeten en jullie te horen en dat we dit hebben gedaan. En onze volgende aflevering neem ik jullie mee naar de begraafplaats. Gaan we onze eigen graf graven. Klinkt een beetje liguber, maar ik ga jullie allemaal uitleggen hoe dat moet en wat daar allemaal gaat gebeuren op de begraafplaats. Tot de volgende keer. Dank jullie wel, jongens.